Het Centraal Hoofdstembureau heeft vanmorgen de officiële uitslagen van de verkiezingen bekendgemaakt. De zetelverdeling is vastgesteld en de 51 assembleeleden zijn officieel gekozen verklaard. Er is geen verandering gekomen in de zetelverdeling. De VHP heeft 20 zetels gehaald, de NDP 16, de ABOP 8, NPS 3, BEP 2 en de PL 2. Ook is aangegeven wie bij voorkeur is gekozen en hoeveel geldige stemmen er zijn uitgebracht. De verschillende leden van het CHS hebben de informatie middels presentaties uitgelegd. En eigenlijk een resume van de geldige stemmen is het daar. Op basis van de uitgebrachte stemmen heeft de politieke organisatie NDP 5 zetels. De politieke organisatie ABOP 2 zetels, de politieke organisatie VHP 7 en de politieke organisatie NPS 3 zetels. Uitgaande van deze cijfers krijgen wij de volgende verdeling. Voor wat betreft het toekennen van zetels aan politieke organisaties. Op lijst nummer 4. Politieke organisatie Percaya Luhur, 1 zetel. Op lijst nummer 8, Nationale Democratische Partij, met 1 zetel. En op nummer 15, de VHP, met 5 zetels. Eugène Merkus, voorzitter van het CHS, heeft het landelijk overzicht op DNA, RR en RDR-niveau door middel van een presentatie bekendgemaakt. Ik heb het landelijk overzicht van de uitgebrachte stemmen. A20, 4501. ABOP, 24.956. BEP 6835, DA 91 659, DNW 70, DOE 2375. HVB 7423, NDP 65862, NPS 32394, PALO 820, PL 16623, PRO 1593, SDU 254, 922, Stree 700, VHP 108.378, tot slot de VVD 349. Dat maakt dat landelijk totaal hebben 274.714 stemmen. Een landelijk overzicht van de DR-zetels. ABOP die heeft er 22. De NDP die heeft er 35. De NPS die heeft er 1. En de VHP die heeft er 60.
U hoorde Eugène Merkus, voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau. De officiële uitslagen van de verkiezingen zijn vanmorgen in een openbare zitting bekendgemaakt. De zitting is gehouden op het complex van Sanabudaya.